Het belang van de investering van INEOS in de nieuwe kraker is vooral het vertrouwen. Dit is de grootste investering die ooit gebeurd is in industrieel Vlaanderen. En dat geeft het vertrouwen aan in onze economie en onze industrie. Het geeft ook een enorme tewerkstelling tijdens de bouwwerken natuurlijk. Worden wegen aangelegd, gebouwen gelegd, pijpleidingen getrokken. Dus de bouwwerken op zich gaan tot een enorme tewerkstelling leiden. Maar daarna, ene keer als de kraker operationeel is, zal het ook tot permanente tewerkstelling leiden van een 450-tal jobs direct. En men schat in een 2000-tal indirecte jobs, dus dat is niet onbelangrijk. Om zo'n investeringen aan te trekken hebben we een aantal troeven. Ik denk een drietal. Enerzijds natuurlijk onze ligging. De haven van Antwerpen, een diepzeehaven, maar ook tegelijkertijd een vertrekpunt van een heel pijplijnnetwerk naar het noorden van Europa. Dus de ligging is heel belangrijk. Twee, denk ik ook het ondersteuningsmechanisme, de gigant waarborg. En daarnaast is er toch ook de beschikbaarheid van hoogtechnologische profielen en technische medewerkers die die zaken kunnen realiseren. In de Antwerpse haven wordt momenteel volop gewerkt aan Project One, de nieuwe ethaankraker van chemiebedrijf INEOS. Het project is goed voor een investering van 4 miljard euro. De werf werd vorig jaar opgestart en komt stilaan op kruissnelheid. Nu zijn we eigenlijk met het eerste team de site bouwrijp aan het maken. We hebben rond de 18.000 palen die we gaan installeren op deze site. Dat is een hele grote exercitie die nu in de komende periode gaat plaatsvinden. Na de zomer zullen onze civiele aannemers aan boord komen en beginnen met het installeren van de wegen, het ondergrondswerk en de grotere fundaties. Dat zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Vanaf volgend jaar zal dit gigantische project ook zichtbaar worden in de skyline van de Antwerpse haven. In 2026 wil INEOS de installatie dan in gebruik nemen. In 2024 zal de horizon hier gaan veranderen, want dan komen de torens binnen. En dan eind 2024 komen de grotere modules binnen. Eerst met de pijpreks voor het hele infrastructuur wat we gaan doen. En dan half 25 de hele grote megamodules voor de kraker die binnen gaan komen. Dat zijn complete woontorens die we binnenbrengen, hè, 30 bij 40 bij 60 meter hoog. Dus ja, dat is wel iets heel bijzonders. In 2026 gaan wij in fases waar we dan de site in hele kleine stukjes langzaam gaan overdragen naar operations. Dus dan komt de site van langzaam van constructiefase naar een operationele fase, wat dan tegen het eind 2026 compleet moet zijn. Verscheidene lokale aannemers zijn betrokken bij deze realisatie. Om de impact van Project One op de omgeving te beperken, maken zij zoveel mogelijk gebruik van de binnenscheepvaart. Om de impact op de omgeving minimaal te houden, doen we alle afvoer van de gronden naar de verschillende bestemmingen per schip, maar ook de aanvoer van betonpuin voor de wegen is als funderingskoffer, gebeurt ook per schip, wordt gelost aan de kaimuur en wordt van daaruit het werk ingereden. Zowel naar organisatie als naar impact, naar leefmilieu, als naar de omgeving, als naar de Antwerpse ring, die eigenlijk al helemaal verzadigd is, kunnen we zo eigenlijk die impact verlagen. Een industrieel project van deze schaal kan enkel maar gerealiseerd worden wanneer de hoogste veiligheidsgaranties in acht worden genomen. De aannemers en INEOS werken daarbij nauw samen. Het verschil met de andere werven is dat de veiligheidsmaatregelen binnen de industriële site hier veel strenger zijn. Dat is ook wel verstaanbaar omdat er veel meer mensen actief gaan zijn. Dus er moeten goede afspraken gemaakt worden. En het contact met de klant is zeer intens, waardoor we eigenlijk problemen die zich voordoen heel snel kunnen oplossen en tackelen.